Nou, er zijn een aantal afspraken die in Europa al gemaakt zijn. Hebben alle lidstaten zich vastgelegd. Dat is EU 2020. En dat betekent dat over 10 jaar of in 2020 is het de bedoeling dat we 75% arbeidsdeelname van mannen en vrouwen hebben. En hoeveel is dat nu? Dat is nu, nou ik weet het voor heel Europa niet uit mijn hoofd. Nederland heeft 76, maar daar tellen ze ook alle werkzoekenden bij op. En wat mij betreft moet dat gewoon arbeidsdeelname zijn. Maar er zit ook een armoedereductie-doelstelling bij. Doelstelling om voortijdig school verlaten tegen te gaan. Investeringen in innovatie. Het zijn 5 ontzettend concrete doelstellingen. En wat mij betreft moeten die heel breed bekend zijn. Zodat bonden en NGO's, maar ook gewoon mensen op straat hun landen daaraan gaan houden. Wat wij willen van Europa is een toekomstperspectief voor alle Europese burgers, voor alle Europese werknemers. We willen werk voor die jongeren in Spanje die nu helemaal geen baan krijgen. We willen Europa als degene die ook let op een beetje eerlijke inkomensverdeling. We willen dus meer Europa voor de goede dingen, want als Europa dat niet regelt, dan moet je niet raar opkijken dat mensen zeggen Europa, Europa, wat moet ik met dat Europa? Is er nu afgesproken dat er ook banenplannen moeten komen, dat ieder land een banenplan moet maken om te kijken van wat voor sectoren moeten we nou in investeren om nieuwe banen te creëren. En Nederland heeft helaas geen banenplan gemaakt tot nog toe, want die vond dat het voor iedereen gold, behalve voor Nederland zelf. En ja, ik vind dat een hele kwalijke zaak, want natuurlijk moet ook Nederland daaraan gaan werken. Dan maak ik me voor de verdere toekomst niet zo heel veel zorgen over het aantal banen, want de vergrijzing staat voor de deur. Dus straks gaan we heel hard zoeken om werknemers in plaats van om banen. Maar tegen die tijd moeten we er dus wel voor gezorgd hebben dat we een goed opgeleide jeugd hebben die aan de slag kan. Dat we mensen die wat ouder zijn inzetbaar houden op de arbeidsmarkt op een hele goede manier. En ook daarin zou deze regering moeten investeren.